vraag is, Johnny, wat deze wedstrijd zo lastig maakte voor jullie. En zucht dus diep. Nee, maar dat is gewoon goed voetbal. Ja, dat maakte het ons lastig. Ik bedoel, we waren hartstikke slordig aan de bal. Het tempo was gewoon, zeker vanaf het begin, waren gewoon veel te laag. En uiteindelijk dan loop je gewoon achter jezelf aan te voetballen. Want zo was het eigenlijk. Ja, en dat is geen moment dat je het kan omdraaien. Dat je qua creativiteit iets extra's kan brengen. Want dat is, daar zit je eigenlijk op te wachten als neutrale kijker. Ja, maar goed, dat is wel wat je probeert nog in te brengen. Hè? Want Rami is een creatieve speler. Maar uiteindelijk zie je al dat je... Uiteindelijk kom je goed terug op 1. Want het was een mooie goal, die 1-1. Maar daarna krijg je nog een aantal momenten dat je gewoon moet schieten. Mm-hmm. En dan komt er even een tikkie breed. Of het wordt nog even een aanname. Ja, dan moet je hem ook gewoon afdrukken om het te doen. Weet je? Om het jezelf makkelijker te maken. Maar goed, dan blijf je... Je start zo en dan hebben we de hele wedstrijd achteraan gevoetbald, vind ik. Ja, want het vernuft ook, het gif wat je ook aangeeft... als het 16 meter gebied van Adel dan af en toe wel in zicht kwam... Ja, dat ontbrak eigenlijk volledig. Nou ja, dan wordt het heel erg vol. Maar dan moet je wel... Er zijn zoveel momenten geweest dat er gewoon geschoten kon worden. Maar als je hem dan nog een keer een dribbeltje wil maken... of net nog een andere bal wil spelen... Ja, je moet hem ook gewoon beslissen, hè. En dat hebben we niet gedaan. En nogmaals, ik kijk er gewoon zo naar, als je zo start aan de wedstrijd, ja, dan heb je de hele wedstrijd gewoon last van. Ja, hoe kan dat? Ja. Want je zal ongetwijfeld tegen je ploeg hebben gezegd, vermijd dat nou. Ik heb het voor de tijd wel gezegd. Ja, we waren vandaag gewoon niet goed. En dat is wel teleurstellend. Ja, en dan heb je ook nog eens een tegenstander die niet heel graag wil voetballen. Eigenlijk alleen maar achteruit leunt en jullie misschien wel je beste wapen, de omschakeling, ook geen moment kunnen inzetten. Nee, dat is ook zo. Maar goed, ik vind gewoon dat je hier vandaag gewoon... moet winnen. En dat hebben we gewoon niet gedaan. En daar baal ik gewoon enorm van. Dankjewel. Dat is goed. Merci.